Het is druk op de wegen naar het circuit in Assen, waar vandaag de TT wordt gereden. Assen staat dit weekend in het teken van de TT. Rond de 100.000 bezoekers zijn er vandaag op het circuit. Maverick Vinales. Meer dan 100.000 toeschouwers bleef hij de grote favoriet Marc Marquez voor. Ruim 160.000 bezoekers waren bij de TT in Assen. En gisteravond vertrokken ze onder grote belangstelling weer richting huis. De TT van Assen. Een van de grootste sportevenementen van Nederland. De race wordt bijna altijd gewonnen door buitenlandse coureurs. Maar eind jaren 70 doet Will Hartog het onmogelijke. Je bent en blijft een hobbyist, hè? Ja, helemaal. Het beroep, grijsdrogerij, dat is hoofdzaak. En mijn motorracerij, dat is hobby. Je had altijd in Nederland altijd even gestrijd. Boet, Jack en Will. Ja, dat waren gewoon niet mekaars grootste vrienden. Want ja, ze knokten alle drie voor de beste plek. Ja, en dan was het gewoon hart tegen hart. Heel dicht bij elkaar. Van Dulmen en Middelburg. Stuivertje wisselen en 30.000 mensen juichen. Nu al. Jullie konden remmen, hè? Dat leerden we op de stratencircuits. Ja, Boet kon laat remmen en Jack kon laat remmen. En dan probeerde ik nog later te remmen. Dat lukte niet altijd. Maar zo leer je elkaar wel sneller maken. Er gebeurde regelmatig wel dus ongelukken. Ja, er stond er een boom, er werd een stroopbal tegenaan gezet. Nou, die stroopbal is net zo hard als die boom, bij wijze van spreken. De motorsport is niet zonder gevaar en er gebeuren soms dodelijke ongelukken. Het is geen sport voor doetjes. De Nederlandse privérijders moeten op Assen racen tegen fabrieksrijders als Barry Sheen. Een ongelijke strijd. Dat verandert als Suzuki een nieuwe snelle motor op de markt brengt. Een ander geheim wapen is monteur Willy van Wanrooy. Als we niet naar school hoefden, vakantieperiodes, gingen we mee naar de wedstrijden. Ja. En ja, dan deden we in de zandbak spelen of met de crossfiets rondrijden. Ja. Ja. Dus dan liepen wij ooit rond en ja, moesten we een paar in de vuilnisbak kijken wat voor remblokken of wat ketting en tandwielen de concurrenten gebruikten. U zei, neem dat mee, dan kan ik eens even kijken. Ja. Van de concurrenten. Dan wist ik toch ook waar dat hun mee aan de gang waren. Zo wordt het gat steeds kleiner. Dat komt ook door de snelle start van Will. Het staat bekend dat je normaal een erg goede en snelle start hebt. Dat was bijvoorbeeld op Raalte zo. Wat is daar nou het geheim van? Nou, de start, dat is het zenuwachtigste moment van de hele race. En nou is het de kunst om alle handelingen die verricht moeten worden op het juiste moment te doen, zonder daarbij je hoofd te verliezen. Zal het weer een raketstart worden? Daar gaat de man in het wit. En inderdaad, hij is opnieuw razendsnel weg voor het andere veld. Het is ongelooflijk hoeveel Hartog dat altijd toch weer klaarspeelt. Ook nu is Hartog snel weg. En hij blijft lang vooraan rijden. Hij wordt uiteindelijk derde. In 1977 moet het gaan gebeuren. Will Hartog zet alles opzij voor de winst. En is niet, zoals de andere rijders, te vinden in het rennerskwartier. Op een rennerskwartier kun je echt niet goed slapen. En ik kwam door de week kwam ik slaaptekort. En ik heb dan het nadeel dat ik een bepaalde arrogante gezichtsuitstraling heb. Zelf vind ik dat ik absoluut niet arrogant ben, maar de gezichtsuitstraling word je op veroordeeld of beoordeeld. Zo zag men dat. Ik wilde maar één ding en dat was winnen. En om te kunnen winnen, willen winnen, moet je er alles voor doen en alles voor laten. Het had niet veel geschild of Will Hartog had de TT gemist. 3 weken voor de race komt hij hard ten val. En toen, 3 weken later dus, was Assen. En toen was ik ziek, ontzettend misselijk, buikloop, heel zwak en koorts. Dus ja, het was heftig. Niet kunnen trainen. De volgende ochtend naar het ontbijt, want ik moest toch een trainingstijd zetten, want anders kon ik sowieso niet meedoen zaterdags. En ik zit aan het ontbijt en Barry Sheen komt bij mijn ontbijttafel en hij vraagt, Wil, waar was jij gisteren? Dus ik leg het hele verhaal uit. Hij zegt, dat heb ik ook wel eens last van. Hij zegt, maar daar heb ik wat voor. En hij vraagt zijn vrouw Stephanie van, haal op de kamer even dit en dat. En Stephanie komt terug en dan geeft dat drankje aan mij en heb ik inderdaad ingenomen.
En ik voelde me een stuk beter. Mijn eten bleef erin. En dat was het belangrijkste. Dus ik voelde meer kracht. Dat drankje is gewoon Norit. Overal te koop. Op de wedstrijddag vergeet hij het in te nemen. Hartog. Duidelijk pips en een beetje ziekjes. En de laatste moment dat de starter dus zijn hand opsteekt van nog 5 seconden... besluit ik om het toch in 3 stappen te doen. Want dat was mijn snelste startprocedure. En daarmee heb ik gedacht van op dat moment, jongens, nu alles of niks. En als je het niet in 1 keer doet, val ik om. En let u op, weer een bliksemstart van Wil Hartog. Ik was met de S-bocht daar, zo ik was helemaal niet meer ziek. Conditions are really treacherous. En toen ga ik de bocht om. Ik accelereer die bocht uit in het water. En ik durfde, ik ging. En kijk u daar eens hoeveel Hartog ruim voor ligt. Geweldig wat hij dat doet. En ik liep bij het peloton weg, waar ervaren regenrijders als Barry Sheen en Agostini en Lance Vori en Pat Hennen konden heel goed in de regen rijden. En die reed ik los. Af en toe kijk je achterom en zie je iemand komen. Christian Estrosi met nummer 13. En ik denk, als die daarbij wegrijden kan, dan moet die heel goed in de regen kunnen rijden. Meanwhile, as the leaders mix it with the tailenders, Estrosi has managed to get past Hartog. En hij ging dusdanig hard dat we met z'n tweeën bij het peloton wegliepen. En ik bleef op 1 à 2 seconden achter hem rijden. Ik kon hem redelijk volgen. Tot 4 rondjes voor het eind in de Geert Timmerbocht. Sensation at the front. Frenchman Estrosi has crashed, putting Hartog back in the lead to the delight of the crowd. En toen lag ik op kop. En dat weet ik nog heel goed. Dan ontstaat er iets heel raars in de mens. Want toen werd ik zenuwachtig. Toen werd het heel spannend. Iedereen kijkt, de hele wereld kijkt. En ik zag het al in de kranten staan. Hartog op kop liggend gaat onderuit. Ik was zo bang te vallen. Er was zoveel faalangst wat me helemaal verlamde. As the track begins to dry out, the pace hots up and the pack begins to close on Hartog. Het had ook geen rondje langer moeten duren. Daar is Wil Hartog. U hoort het wel. Het is volkracht. Wil Hartog heeft de 500 cc klasse gewonnen. Dit is een fantastisch resultaat. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. En op het moment dat ik door de finish ga en ik ben er, ben ik zo intens gelukkig en zo ontzettend blij dat ik rij gewoon door de rode vlaggen heen en ik doe gewoon een extra rondje wat niet te gebruikelijk was. Ja, en heb die mensenmassa's op het asfalt zien liggen, het asfalt zien kussen, in het water zien springen. De hele baan stond vol. Wat was ik een gelukkig mens. Wil je meer? Abonneer.